grote vrachtschepen van 40 ton elk namen ditmaal deel aan de traditionele zeilwedstrijd voor beurtschippers op het Pikmeer bij Grauw. De reuzen werden naar de start gesleept en voeren daarna op eigen kracht, dat wil zeggen op de kracht van de wind, verder. Het scootjeszielen, zoals men in Friesland het zeilen van deze beurt- en vrachtschepen in wedstrijdverband noemt, levert ieder jaar weer een boeiend schouwspel op. Met ruim 120 vierkante meter zeil glijden de schepen langzaam over het water. Voor de bemanning is zo'n wedstrijd niet eenvoudig, want naast een flinke dosis stuurmanskunst is er een grote hoeveelheid energie nodig om met deze bakbeesten te manoeuvreren. Voor de toeristen en vakantiegangers in Friesland en ook voor de andere zeilers is het scootjeszielen steeds weer een interessante gebeurtenis.